Het Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Wat is er precies met O zo snel? Politie moet helpen bij fopcadeaus en Pieter Smeerpoets heeft al veel verlanglijstjes terug. Hallo allemaal. Gisteren deed de paardenpiet een beetje geheimzinnig over O zo snel. En dat is Sinterklaas waarschijnlijk ook opgevallen, want vandaag zocht hij hem op in de stal. Nou, paardenpiet, je mag je wel eens een beetje schoonmaken, hè? Ja, ik weet het, Sinterklaas. Maar ja, ik mag hier natuurlijk geen water gebruiken, hè? Daar wil ik het net even met je over hebben. Ga maar even zitten. Wat dan, Sinterklaas? Luister, paardenpiet. Is er iets dat jij mij wil vertellen? Nou, hoe bedoelt u precies, Sinterklaas? Nou, je doet de laatste tijd een beetje vreemd. Dus ik vroeg me af of jij misschien iets probeert te verbergen. Verbergen? Verbergen? Nee. Wat zou ik nou te verbergen hebben? Nou, elke keer als jij in de buurt van water komt, dan raak je een beetje in paniek. He, zoals laatst boven dat bruggetje inliepen of die keer bij de veerpont. He. Dat is toch logisch, Sinterklaas? O zo snel is doodsbang voor water. Hij heeft koud watervrees. Oh, dat weet ik nog zo net niet. Hij blijft er erg rustig onder, terwijl jij vooral zenuwachtig wordt. Ja, dan moet ik het nou zeggen. Dat is... Volgens mij is er iets anders aan de hand. Wat dan, Sinterklaas? Ik denk dat jij zelf een beetje koud watervlees hebt. Sukkel. Oh, dat is wat hij denkt. Ah, nee hoor, Sinterklaas. Echt niet hoor. Luister, als dat zo is, dan hoef je je daar ook helemaal niet voor te schamen. Hè? Er zijn heel veel pieten wel ergens bang voor. En als ze dat weten, dan kunnen we je helpen. Hoe wou u mij dan helpen, Sinterklaas? Ik heb die pieten gevraagd. Om dat jij een beetje bang bent voor water om de stal eens grondig schoon te maken. Nee, stop. Nee, stop. Geen water in de stal. Nee, geen water. Daar krijgt O zo snel het Spaans benauwd van. En anders ik wel. Kom. Misschien is hij dan toch niet zo bang voor water. Maar waarom raakt hij dan toch steeds zo in paniek? Sukkel. Ja, misschien is O zo snel dan toch echt zelf bang voor water. Kan. Veel mensen hebben een fopcadeautje in hun schoen gehad. En konden uiteindelijk best lachen om dat grapje van Malle Pietje. Maar in Overdonderen was er vandaag iemand zo boos dat hij de politie erbij haalde. Ja. Meneer, hier moet de politie iets aan doen. Iets aan doen? Ja, hier aan. Hebt u die gevonden? Ja, vanochtend. In mijn schoen. Nou ja, niet in mijn schoen, naast mijn schoen. Het is weer zo'n foppakje van Sinterklaas. Ja, en wat moet ik daarmee? Wat moet u daarmee? Wat moet u daarmee? Kijk, dat ik deze week tot 3 keer doe. Ja, zo'n poppakje in mijn schoen krijgen met niks erin. Ja, dat is tot daaraan toe. Maar deze doos, dat is toch echt wel de limit, hoor. En dat doen ze dus alleen maar om mij te jennen. Jennen? Hoezo jennen? Hoezo jennen? Kijk, ik heb tot 3 keer toe deze week om een chocoladeletter gevraagd. En 3 keer niks. En nu dus deze doos. Nou ja, zeg. Dus u wil dat de politie iets doet aan een fopdoos? Ja. Stoppen met dat idiote gedoe. Maar meneer, wat kunnen wij daar nou aan doen? Wat kunnen jullie daar nou aan doen? Pieten vangen natuurlijk. Die stomme pieten die zich alleen maar bezighouden met die fopcadeautjes. Laat ze schoorstenen vegen. Moet ik ze ook nog gaan vertellen hoe ze hun werk moeten doen? Jongen. Was het een inbraak? Hebben ze iets gestolen? Nee, ze hebben juist iets gebracht. Die doos. Dus geen inbraak? Nee, natuurlijk niet. Pieten breken toch nooit in? Ze komen altijd via de schoorsteen. Moet ze dat ook nog gaan uitleggen? Stoppen! Jongen. Als het geen inbraak is... Ik maak een YouTube-filmpje. Sorry. Nou, mooi is dat. Maar u heeft die doos nog niet eens opengemaakt.
Misschien zit er wel wat in. Misschien zit er wel wat in? Ja. Maar er zit toch nooit wat in? Wel. Kijk dan, sukkel. Wat? Jullie bekijken het maar. Meneer, die doos.